Het veldwerk liggen er zelfs. Is er iemand? Mogen we verder komen? Goedenavond. Ik kom even kijken hoor. Is er iemand? Brood. Ja, zaklamp. Die gaan ook mee. Wij gaan s'avonds de straat op om mensen op te zoeken die dakloos zijn. Het zijn mensen die vaak psychische problemen, financiële problemen hebben of een combinatie daarvan. En waardoor ze niet meer in huis of in een instelling kunnen wonen. Nou, ga even kijken of die er is. Rick, ben je er? Ja hoor. Hey, hallo. Hoi. Nou, vaak slapen mensen op straat, maar hij heeft voor elkaar gekregen om in een bootje te slapen. Maar het is natuurlijk niet een hele wenselijke situatie dat hij in een bootje slaapt. Het is nu ongeveer 3 weken dat ik hier in boord slaap. Hoe oud ben jij? Ik ben 22. 22, ja. Het is wel bizar dan, om tenminste dakloos te zijn. Ja, klopt. Het begon toen ik ontslagen werd bij het laatste bedrijf waar ik gewerkt heb. Ja. Te weinig informatie hebben, niet weten wat ik moet doen, geen uitkering uit kunnen vragen. Er zijn een aantal plekken waarvan wij weten dat daar vaak mensen slapen. Dus die bezoeken we ook ongeveer 1 keer in de week. En dan kijken we of daar iemand slaapt. Is er iemand? Mogen we verder komen? Goedenavond. Ik kom even kijken hoor. Is er iemand? Is er iemand? Nee, er is niemand. Nee, oké. Er zitten nog wel heel veel spullen. Ja. Man. Nou, als je dan weer op zo'n plek komt... Dan realiseer je hoe ernstig de problemen moeten zijn om zo te gaan slapen. Hoe triest de situatie is. En toch vind ik het heel belangrijk dat we juist die mensen op gaan zoeken. Omdat ik niet geloof dat iemand uiteindelijk echt zo wil leven. We hadden vandaag ook een melding binnengekregen dat er een jongen in een slooppand zou slapen. Dus daar zijn we ook naar op zoek geweest. Slapen ze toch in die lift? Ja. Goedenavond. Zie je wat, Mieke? De lift zit boven. Ja. Nee. Gaat goed? Ja, goed. Oké, heb je nog wat nodig? Nou, niet goed. Oké, nee. Is goed. Is goed. Ben je alleen? Ja. Oké. Succes. Ja, voor je maar zeggen, kom straks. Oké. Is goed. Is goed. Hoi. Dus vanavond bij die jongen... hebben we ingeschat dat wij hem gewoon elke keer blijven opzoeken. En op die manier proberen te verleiden om toch bij ons in zorg te gaan. Maar dat kan heel lang duren. En hoe uitzichtloos de situatie ook is, we proberen die mensen toch weer verder te helpen. Wij geloven niet dat er mensen zijn waarvoor het ophoudt. En wij geloven dat het door de mensen op te blijven zoeken, dat ze het uiteindelijk weer beter gaan krijgen.